wachten nu op de taxi. En dan gaan we lekker crossen. Ik kan ook een Turkse dansen, die gaat zo toch? Zo, en dan doet het. Wauw! Dat noemen ze damat halaye. Hoe? De goms dans, zeg maar. Maar ook op verjaardagen doen ze dat toch? Nee joh, soms zie je ook niet veel mensen, zitten ze in een kring en dan gaan ze allemaal zo. Ik kan ook wel, heb je ooit iemand zo zien dansen? We zitten nu in de bus. We gaan nu een half uur rijden vanaf hier naar de crossmotorbaan. En ik heb er wel echt zin in, maar het is wel een beetje heet deze bus. Ja, je hebt ook echt strakke kleding aan. Ja, maar het is hier ook gewoon benauwd. Het heeft niks te maken met mijn kleren. Ja, maar ook je kleren toch zitten heel erg knellen. Ja. Als je een shirtje aan hebt, is het gewoon luchtig. Lekker luchtig. Oké, nice. Yes, nice. En je hebt nog zo'n ding om je buik. Een waist trainer. Een waist trainer. Die kei je altijd nummer 1, hè? Nummer 1. Waarom ziet het er bij mij zo raar uit, dat ding? Mijn hoofd. Het ziet er ook raar uit. Wow, kijk die hond op hem. Gekosten, jongens. Van heel die kwad laten omvallen. Mensen, we zijn klaar met de quad rijden. Dat was echt kapot leuk. Alleen dat heeft er 2 kapot gemaakt. Wow, ja, maar het, is ook, het zijn ook Turkse crosses. En het zijn niet echt. Kijk, het is maar eigenlijk, jij maakt alles kapot. Maar dus weet je waarom ze stuk ging? Het was de bedoeling, zeg maar, dat we achter die begeleiding aan gingen rijden. Maar dat begreep ik pas op het laatst. Ik dacht dat we gewoon echt vrij met z'n allen gewoon lekker konden crossen. En ze konden ook geen Engels, alleen Turks. Dus ik moest even Jealous bellen om te vertalen. En dat duurde ook wel eventjes. Dus wij dachten gewoon van ja, we luisteren lekker niet. We gaan lekker crossen. En jullie gaan ook terug in de vlog zien wat er gebeurde met de crossen. Die wiel was gewoon... Ik keek in die scooter en ik zag gewoon die hele stang van die wiel. Wat vast hoort te zitten aan die cross gewoon helemaal stuk is. Het is echt, jongens. Nou ja, ik heb wel echt honger gekregen, maar gaan we eten? Ja, we gaan lekker eten met Kelles, Felles, Jellis. Jellis. Wat? Je weet de naam nog steeds ja, niet? Ja, Jennis toch? Jellis. Jellis, we gaan met Jellis Bellis, gaan we lekker eten. En ze waren niet zo blij met mij vandaag. Nee. Dat kon ik wel lip lezen. Mijn voeten deden ook pijn van mijn schoen, dus ik heb Turkse slippers gekocht. Nou, wie wil deze naar zijn hoofd gegooid krijgen? Are we able to come? Even snel mijn haar geswitcht, want die andere was een beetje zwaar. We gaan nu lekker eten. Ik ben ondertussen de vlog aan het uploaden. We zijn nu weer in mijn favorite restaurant, de piano. Eten? Doe even een plek met me. Dat is mijn milkshake! Ya bu karışık ızgaradan bahsediyorum. Keşke yür eldelem. Ona en yakınlığı var. The whole package. I want the whole package, please. Yeah, it's so thing. I want everything there. Ze hebben geen mixed grill. Dat is wat je wilt. Ja, gewoon. Sure. Hi, kleine baby. Oh, kijk, hier is een baby katje. Oh. Ah. Wow. Wow, kijk die bus. Zag je die bus van binnen? Wow. Een baby. Nou guys, ik ben echt kapot. We hebben nu eigenlijk geen planning meer. Dus ik denk dat ik morgen weer ga filmen. In de ochtend krijg ik zijn tanden al. Zijn definitieve tanden.
Maar die van mij, die werden dus nog witter. Dus die moesten aanpassing aangemaakt worden. Nee, ze werden nog witter. Jawel. Soms te nieuw. Nieuw materiaal ook. Dus die van mij, die komen pas in de avond binnen. Dus ik denk dat ik morgen pas weer ga filmen. Dus ja, ik zie jullie morgen. Ciao, ik ben echt kapot. Goedemorgen jongen, het is alweer de volgende dag. Ik heb even geen make-up op, alleen wimpers. Want we gaan nu naar de... We gaan eventjes ontbijten en dan gaan we naar de kliniek. En dan gaan we dassen, tanden zetten. Oh my god. Zou deze eigenlijk al heel erg mooi zijn, hè? Ik wil eigenlijk al zeggen, jongens, het hoeft niet eens. Dankjewel voor alle moeite. Ik ga nu naar huis. Doei. Oh. Oh. Check verder, hè? Er komt nog meer. Afiet awesome. Ja. Afiet awesome. Als je met allemaal influencers bent, hè? Nou guys, we zijn omgekleed. We gaan nu naar de kliniek. We gaan dat soort tanden doen. De chauffeur wacht al op ons, maar Davy is aan het poepen. Ja. Ja, wat kan ik eraan doen? Ik moet nu toch. Ik wacht beneden op je, ja? Ja, is goed. Ik laat de deur open zodat je opstaat. Nee, doei. Oké, maak hem dicht. Ik ben aan het poepen. Oké. Ondertussen ga ik even met jullie hebben over de drugswoordjes die ik al heb geleerd. Kesekuur edere betekent dankjewel. Hoe zeg ik ook eet smakelijk? Nou, ik weet niet. Fandom betekent ja of zo. Ja, ik kan die niet openbaarlijk gaan schelden, want dan heb ik het weer gedaan, weet je. Nou, vandaag ben ik echt super classy, but sassy. Deze outfits heb ik allemaal gehaald in Turkije, dus ik kan geen linkjes met jullie delen. Oh, die grote tanden zijn zo fucking lelijk. Yo guys, we zijn nu in de kliniek en Daf gaat zichzelf nu behandelen. Die van mij komt pas in de avond binnen, maar ik ben echt gewoon zenuwachtig voor hem. Want zijn tanden die zijn eindelijk binnen en ik irriteer me nog steeds aan deze tanden. Oh mijn god, ik lijk echt op een paard. En het doet ook echt pijn, want zeg maar, als je tijdelijke tanden krijgt en je gaat eten, dan gaat het zeg maar tussen je tanden, zeg maar, bijvoorbeeld je eet iets waar saus vanaf komt, dan gaat die saus zeg maar hier in je tanden. En als je dit eruit haalt, dan gaat het echt kapot uit stinken en ik krijg ook echt zo'n, elke keer als ik slik, dan heb ik zo'n vieze, zure smaak. Dus kijk, met je geld kun je bijvoorbeeld ook dit soort tasjes kopen, je hoeft niet altijd designer te halen. Dit is nog niet te definitief. Dat gaat ze nog bijschrijven, ze gaat alles nog aandrukken. Het staat los. Oh my god, are this his teeth? Oh my god. They are so white. 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 Over iets anders gaan praten. Alleen de kleur. Is dit de kleur die je wilt? Ja? Oké, die tune, Shine Bright Like a Diamond. Çünkü şimdi içine kaymasın ki hataları görelim, eksikleri görelim diye. Want ze gaat ze nu één voor één weer uithalen namelijk. Klein beetje lijm erin doen en dan gaat ze steviger aandrukken, zodat je een definitief resultaat kan zien. Nou jongens, we zijn nu in de stad. Ik had net hakken aan, maar mijn voeten deden pijn, dus ik heb mijn slippers aangedaan. Of mijn pantoffels. Maar ja, het zijn van Minnie Muis. En gisteren had ik ze ook aan in de stad en iedereen keek me echt aan van what the fuck. Ik voel me zo lelijk met deze tanden, ik kan echt niet naar mezelf kijken. Gelukkig krijg ik vanavond mijn tanden, yeah! Kleren in Turkije zijn echt kapot goedkoop. Kijk, hier staat 15 lira en dat is ongeveer gedeeld door 5, toch? 10. Gedeeld door 10? Ja. Wow, dit is voor 1,50 euro heb je hier gewoon kleding hangen buiten. Oké, wacht even. Oké, mensen van de tante van jullie heb ik een hoofddoek gekregen. En de nichtjes gaan voor me opdoen. Van de tante van jullie. Ik zie je op jullie. Zie je? Oh, beautiful face. Je bent moslim, Anna. Yes. Nu word ik hoofddoekmodel.
Hijab model. Hijab model. Hey, sorry man. Voor wat? Hijab model. Ja, we gaan jou bij Versace hijab model neerzetten. Inshallah. Inshallah. Bedankt. Beautiful. Wat vind je van je nieuwe hijab vriendin? Ja, mashallah. Mashallah, mashallah, mashallah. Little bit softer please. Nou, wat vinden jullie van mijn hijab? Ik ga ze wat je softer please. Ja, ze willen ze. Inshallah, ik kan het in de zitten. Inshallah. Afiyet olsun. Sağ ol ciğerim. İslami. İslami. Weer even een rondlijn. Wacht even hoor jongens. Ik geef net wel even een rondlijn door de wc. Kijk, dit is de wc van de kliniek. Ja. Ja, en kijk. Oh, even gaan voor. Cool hè? Zo luxe. Ja, wacht. Dat moet ook even voor mijn vlog. Wacht even jongens. Ik heb... Net wil ik even laten zien hoe de wc werkt. Kijk, vorige keer zei ik dat dit dus een camera was, maar het is geen camera, het is dit. Wow. Nou, very nice. Nou, daar ben ik weer. Ja, doe dat. Hey, hey, hey. Ja, nou, Daf, jij doe even bij. Nou, we zijn nu in de kliniek. We zijn aan het wachten tot mijn tanden binnenkomen. Ik zeg jullie eerlijk, ik heb echt last van mijn tanden. Ik wil echt dat ze zo snel mogelijk eruit gaan en die andere erin zitten. Ik vind die hijabi wel echt mooi zijn, dus ik ga hem denk ik gewoon heel de dag niet dragen. Dat ze definitief tanden zijn net terug uit het laboratorium. En je hebt je alle, je moet het echt goed aandrukken. Alle aanpassingen zijn gedaan en het is nu precies hoe hij het wil. Ze legt ze nu voorzichtig één voor één erin. Zonder het al te veel aan te drukken. Ja, ik moet het wel weer een keer checken. Maar mocht je het gevoel hebben dat je dit zelfs niet aan kan, dan kan ze je verdovingsdrukjes geven. Want straks wanneer ze begint met cementen, moet ze het nog sterker aandrukken. Dit is niet door je mama, ja? Ik heb door je mama's moeten wijzen. Zie je? Dit is licht aandrukken. Dit neem je voor als portions. Wanneer coach? Sorry, waar staat wanneer coach op de achtergrond? No, posterior. Wine for me. Oké, nou, ik ga weer terug. Moet je op elkaar. Zonder verdovingsdiensten, injecties, mocht je op een gegeven moment aangeven van nee, dit is pijnlijk en ik wil injecties, dan pas geef ik voor jou injecties. Ja. Alleen wanneer je vraagt. Oké. Nou jongens, mijn tanden zijn binnen. Alleen hoorde ik dat het aandrukken van mijn tanden wel pijn gaat doen. En dat ik waarschijnlijk een verdoving moet doen. Maar daar ben ik echt fucking bang voor. Dus ik ga even kijken hoe het voelt en zo. En ja, ik ben echt kapot bang voor. Nee, ik wil het echt niet doen. Niet dus, bang worden. Oké, mam. Wij gaan jou... Alleen injecties geven als jij het idee hebt dat je de pijn niet kan verdragen en er zelf om vraagt. Ja, ik ben nog gekker dan jij, dus je moet echt uitkijken met mij. Oké. Oké, daar gaan we jongens. Deze gaat er eindelijk uit, want deze stinkt echt als de labellen. En het smaakt ook echt kapot vies. Kendi eliyle yaz. Daha iyi. El ile yazsın. Öyle bir şeye girmem, ben kontrolün içerisine yazdım. Mustafa'yı çağırsanız. Melaka soku arası. Ya. Onun önünde tüm soku bu. Okey mensen. Dit zijn de tanden. Alleen ik ben er nog niet helemaal blij mee. Want kijk, de kleur vind ik wel echt heel mooi. Ze zijn echt kapot wit. Alleen ik ben echt heel erg precies. Want kijk, ik vind zeg maar de twee voortanden vind ik een beetje te ver naar voren of zo.
En deze vind ik wel korter. En deze zit heel omhoog. Dus ze gaan nu terugsturen naar het laboratorium. En dan morgenochtend heb ik de tanden binnen die ik wil eigenlijk. Het is ook heel belangrijk dat je wel gewoon doorgeeft wat je precies wilt en wat niet. Dus ja, dat heb ik nu gedaan. Bir boşluk var ya, o gözüktü kızı, orayı yok edelim diyor. Bir de şurayda, şurada simetri yok ya. Şurası daha dışa doğru, burası daha düz aşağı geliyor. Uçanıp kıvıracağız. Buradaki dişleri buradakiyle simetrik istiyor. Nou, inmiddels is de tandentechneut ook in de building. Hij komt nu live met tand bewerken of zo. Duff in the back. Benim de bilgim yok. Ben öbürünü kullanıyordum. Bu benim değil. Nou, we zijn nu bezig met de laatste wijzigingen. Het is nu iets ronder aan de onderkant geworden. Ja, ik ben bijna tevreden, jongens. Bijna, we zijn er bijna. Als je het dan zo één voor één eruit trekt, voel je je echt lelijk. Jij maakt maar gek, meid. Oh, dit is vreselijk. Ben Şahin. Şahin'ki derdimiz. Aynen. Ya bir daha böyle bir durum, böyle bir vaka gelirse eğer hiç direkt fuzlara aynen bir şey. Süper. Mesai. Süper. Benim tarifi artıyor yani. Yes, I'm happy. Tamam lan, let's get it. Let's get it done. Tamam lan. Hadi. Tamam. Hadi. Amına koydum. Ne? Ne kadar Nou, gelukkig was hij er nog. We gaan nu terug naar... de lights. Thank you for turning on the lights. Davio gaat op dit moment nu beginnen met zijn tanden erin te zetten. Succes, young bully. Oké jongens, het moment is aangebroken. We gaan jullie onze tanden laten zien. Zijn jullie ready? Oké, 3, 2, 1. Ik hoorde dat Colgate had gebeld. Dat ze je in een reclame willen hebben. Zo. Oh mijn god. Oh mijn god. Nou, dit was de vlog. Ik hoop dat jullie dit een leuke video vonden. Morgen vliegen we weer terug naar Nederland. Dus morgen komt geen vlog online. Dus ik denk maandag komt weer een nieuwe vlog online. Er werden heel veel vragen gesteld over de informatie over de kliniek. Alle info staat beneden. En als je een leuke Nederlandse gids erbij wilt hebben, die je er trouwens gratis bij krijgt, app of bel dit nummer voor alle informatie in het Nederlands of in het Engels. Ja, ik zou zeggen, hoe zeg je doei net terug? Weet je dat? Of we zeggen gewoon in het Duits, auf Wiedersehen, bye.